De kleur maakt me eigenlijk niet eens uit. Natuurlijk, op het moment dat je derde wordt, wil je eigenlijk tweede zijn. Maar ik ben gewoon super blij als we een medaille kunnen halen op de Spelen. Een geluksgevoel heb je zeker wel op de berg. Op het moment dat lekker die ski zijn werk kan doen en dat je het gevoel helemaal hebt, weet je wel, dat is wel een geluksgevoel. Dan is het gewoon het skiën wat dan telt. De rest maakt het niet uit. Eigenlijk al voor het startpoortje is het genieten. Dit is het, weet je wel. Ik ga het doen en ik ben er klaar voor. Het is gezonde spanning om te moeten gaan presteren. En dan zit je van je hoofd, wil je veel meer gefocust houden. Tijdens een run ben je alleen maar bezig met het skiën en die palen aanvallen. En dan zit niks anders in je hoofd. En downhill kan je zo boven de 100 km per uur gaan. En dat zijn dan wel de momenten dat je even door je hoofd flitst van, oh shit. Focus is voor mij heel belangrijk. Ik heb er heel veel over geleerd voor Sochi. Die spanning die dan daarbij komt kijken op de Spelen. Ik dacht, dat ga ik niet trekken. En ik heb daar mentale trainingen in gehad. En daarin is dat veel beter gegaan. Dan weet ik gewoon hoe het nu moet. Maar daar moet ik wel bewust mee bezig zijn. Dat gaat niet vanzelf. 4 medailles. Dat zou kunnen. Maar dat zou echt mijn droom zijn. Dat zou echt heel gek zijn. Te gek.